We stappen nu weer terug naar een volgende technologie die wel in de praktijk is beproefd. Op een zuivering waarbij we ook een hele mooie referentie hebben gevonden. Papendrecht, waar we twee straten zijn bemonsterd en bekeken hoe het principe van Pakels werkt. Poederactief kool dosering in het actief slip. En Herman Evenblij die gaat ons meenemen in de resultaten. Volgens mij, als ik hier sta, ben ik verstaanbaar en zichtbaar. En is dit ook allemaal nog te zien. Mijn naam is Herman Evenblij en ik ga jullie meenemen in het full-scale onderzoek naar de toepassing van poederkool op de RSD Papendrecht. Dat onderzoek is geïnitieerd, bedacht door het consortium Schone Maaswaterketen. En de Schone Maaswaterketen, dat zijn de waterpartners die langs de rivier de Maas zijn gesitueerd. Dat zijn de drinkwaterbedrijven en de waterschappen. En daarnaast is ook het ministerie, RIWA en STOA betrokken. En dat geografisch ziet dat er zo uit. En die werken samen om te werken aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Maas. En een van de redenen om dat te willen is dat de Maas, dat is een regenrivier. En dat betekent dat grote delen van het jaar is de inhoud van de Maas gezuiverd rioolwater. Dus daar lijkt het ook haalbaar om met maatregelen die waterkwaliteit in de Maas te verbeteren. Nou, hier nog een keer de doelen van het samenwerkingsconsortium. En ik zal dat nog even verder toespitsen op ons eigen onderzoek voor PAKAS. Je kunt nadenken van hoe kunnen we die waterkwaliteit schoner krijgen? Nou, dat is dus door effluent schoner te maken, een heel palet aan technieken. Een van die technieken is de toevoeging van poederkool. In Zwitserland en Duitsland is daar ervaring mee opgedaan in verschillende toepassingsvormen, technologische varianten. En de doelstelling van het onderzoek hier in Papendrecht is geweest om te kijken of dat ook in Nederland werkt. Hoe effectief is het nou eigenlijk? Hoeveel haal je daaruit? En hoeveel beter wordt je oppervlaktewater? En wat betekent het nou voor bedrijfsvoering op de zuivering? Hè? Je voegt toch weer een nieuw type proces toe aan die zuivering, die al allerlei doelstellingen heeft. Energiezuinig, grondstoffen terugwinnen, effluentkwaliteit. En dan moet je ook nog weer zoiets lastigs als poederkool gaan verwerken. Dus daar wilden we naar kijken. En dat hebben we gedaan in Schone Maaswaterketen. En het motto daarvan is de Maas die kan en die moet schoner. Zoals alles, elke goede zaak komt tot stand door veel goede raadgevers. Dat was in dit geval ook zo. We hebben heel veel samengewerkt met heel veel verschillende partijen. En ik zal even kort daardoor heen lopen. Uiteraard, even kijken, deze natuurlijk. Het waterschap waar het allemaal plaatsvond, dat was het waterschap Rivierenland. Die heeft de RSD Papendrecht beschikbaar gesteld om onderzoek te doen. We hebben poederkool gebruikt. Dit is een lastige. Ja, hier zo, van de firma Chemvaren. En we hebben een doseerunit gebruikt van de firma Zulzle. En het is al een paar keer aan de orde gekomen. Hoe evalueer je nou hoe goed het allemaal werkt? Nou, je kunt kijken naar de chemische analyses. Dus hoeveel van die stofjes vind ik terug? En dat heeft voor ons gedaan het waterlab, waterlaboratorium. En daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar wat is de betekenis er nou van? Je maakt je water schoner, maar welk beestje wordt er nou blijer van? Hoe kun je dat kwantificeren? Bioassays hebben we daarvoor uitgevoerd. Dat is nog niet zo makkelijk, bioassays uitvoeren. En een van de moeilijkheidsgraden was, je begint met een zeker volume water. En je wil weten wat het effect is van hele lage concentraties aan stofjes. En daarom hebben we het RIVM gevraagd om ervoor te zorgen dat we die hele lage concentraties stofjes in meetbare concentraties krijgen. Dus ze hebben de opwerking van het sample gedaan, zodat daar die bioassays mee gedaan konden worden. Ik zei net, Duitsland en Zwitserland heeft ervaring met toepassing van poederkool. Nou, wij hadden gelukkig daar een aantal contacten, dus wij konden gebruik maken van die kennis. Ze hebben ons geholpen met het formuleren van de juiste onderzoeksvragen. Ons een stuk op weg geholpen met de aanpak. Hoe doe je dat nou? Waar moet je wel naar kijken? Wat moet je niet vergeten? Daar hebben zij ons in geassisteerd. En helemaal rechtsbovenin ziet u het
projectteam zoals wij dat hebben opgesteld. We hebben samen met LEAF het onderzoeksplan geschreven. En we zijn daarin uiteraard geholpen door de begeleidingscommissie vanuit STOA. Onder bezielend voorzitterschap van Atteman, ook in de zaal. En dat de hele groep mensen samen heeft dit project tot een mooi resultaat gebracht, denk ik. Nou, dat zag er dan zo uit. Oktober 2016, meen ik, was het. Daar in het midden ziet u de container zoals we die gebruikt hebben om de poederkool in het water te krijgen. Het was een mooi feestje om dat in werking te stellen. En die heeft een beetje een indruk van hoe dat er dan in de praktijk uit kan zien. Normaal gesproken uiteraard muzikanten, die zien we niet zo vaak hier. Wat een mooie actie. De zuiver in Papendrecht, die ziet er zo uit. Twee straten, dat is uiteraard een van de redenen geweest dat we daar dit onderzoek wilden doen. Twee compleet gescheiden straten, zodat we in de ene straat poederkool konden doseren en in de andere straat konden meten van hoe verbetert het nou ten opzichte van de referentie. Een vrij gemiddelde zuivering voor Nederland, een biologische fosfaatverwijdering en een omloopsysteem om de stikstof eruit te krijgen. En het bijzondere aan deze zuivering is dat op de locatie zelf wordt het spuislip van diezelfde locatie ter plekke ontwaterd. En dat gaf ons de gelegenheid om ook te kijken naar dat soort aspecten, om te kijken hoe gedraagt zich dit slip met en zonder kool als je het probeert te ontwateren. Nou, die container nog een keer van de andere kant. Hier hebben we voor gekozen omdat we relatief kleine hoeveelheden kool gingen verwerken. Om te werken met verwisselbare voorraadvaten. Die staan boven de container. Nou, toen we begonnen zat daar een voorraad in voor een week of twee, drie. En tegen het eind van de proef gingen we steeds meer doseren. En dan moesten iedere vijf, zes dagen een container verwisseld worden. Het mooie daarvan was dat we het vullen van die bins, dus de hele handling van de actieve kool, die konden we helemaal bij de leverancier laten. En wij konden met die hele clean bins ter plekke werken. We hadden vijf van die dingen in gebruik. Dus steeds hadden we twee volle staan, twee lege bij de leverancier. En dan eens in dezelfde tijd vond die uitwisseling plaats. De binnenkant van de container ziet u hier rechts. Nou, is dat het? Ja, dat is het. Deze apparaten die doen het voor ons. En het ziet er vrij simpel uit, maar ik kan u vertellen, er zit best wel een hele hoop ervaring en ook best wel high-tech in. In de zin van, je moet poederkool uit dat voorraadvat zien te krijgen. Nou, poederkool dat is qua gevoel in je vingers vergelijkbaar met cacao. Dat is een beetje smeert en het plakt aan je handen. En het is heel erg licht. Het is een stuk lichter dan water. En de andere eigenschap, lijkt hier ook in op cacao, het lost heel moeilijk op in water. Dus je wilt het uit die bin halen en dan moet je vervolgens proberen om in iedere liter water die langskomt 10 milligram van die poeder te krijgen en op te lossen. Of 15 of 20 of 25. Nou, dat is heel strak geregeld in dit apparaat. Ik ga het niet verder uitleggen. Als je het rapport leest, er wordt iets meer op ingegaan hoe dat gaat. Nog dat gele ding hier vooraan, dat is wel interessant, dat is een compressor uiteraard. Dat wordt gebruikt om die poederkool continu in beweging te houden, want die poederkool die heeft de neiging om in te klinken. Dus er wordt discontinu wordt daar droge lucht in geblazen. Dat heeft dus twee effecten, enerzijds die kool in beweging houden en anderzijds te zorgen dat die kool goed droog blijft, zodat elke milligram die je doseert echt alleen maar kool is. Nou, nog wat plaatjes. Hier nog een keer linksbovenin zie je hoe dat dan gaat, dat uitwisselen van die bins, voorraadvaten. Links onderin, ja, we wilden natuurlijk zo nauwkeurig mogelijk die effecten van het doseren van poederkool in beeld krijgen, dus er moest heel veel bemonsterd worden. We hebben extra monsternamenkassen neergezet, die linker, die groene, die hadden we tijdens een meetcampagne continu aanstaan. Dat betekent dat iedere dag een 24 uur sample gemaakt werd. En na drie dagen dan moest je erheen om flessen te vullen. En dan bewaarden we steeds elk sample wat we verzamelden in de vriezer. Dat zie je aan de rechterkant. Nou, dat loopt heel snel op, want je kunt die fles niet helemaal vol doen, want dan vries die stuk. Dat deden we omdat dat is al genoemd, het analyseren van micro's, dat is een kostbare aangelegenheid.
Dus je wilt niet een monster naar het lab brengen en dan achteraf merken van, oh, er was iets aan de hand met de mixer, dus het sample is eigenlijk niet bruikbaar. Dus wat we deden was, we verzamelden de samples, we vroren het in en dan gingen we dubbelchecken en nog een keer checken dat die zuivering goed gefunctioneerd had, dat de dosering goed gefunctioneerd had, dat we niet een regenweeraanvoer hadden gehad. En als dat allemaal duidelijk was, dan werden ze ontdooid. En dan gebeurde er nog iets, dan maakten we mengmonsters van meerdere dagen. Om effecten uit te kunnen middelen en nauwkeuriger te kunnen meten. We hebben uiteraard van tevoren en ook naar de hand nog gecontroleerd, vastgesteld dat dat kon. Hè, dat dus het aanvoerpatroon redelijk constant was, zodat je inderdaad meerdere dagen bij elkaar kunt stoppen. Laatste dingetje op deze foto, dat zijn deze RVS-vaten. Die werden gebruikt om monster in te verzamelen voor de bio-assays, omdat we daar een groot volume nodig hadden. Dus daar werd iedere dag werd daar een liter bij gegooid, meteen ingevroren. En als we 20 liter hadden, dan werd dat naar het RIVM gebracht om die hele opwerkingprocedure te doen. Verwijderingsrendementen. Wat doet het? Nou, we hebben getest bij 4 verschillende doseerverhoudingen. Een doseerverhouding betekent dus op iedere liter influent die binnenkomt, stop je 10 milligram poederkool erbij. En de rode balkjes die laten zien het gemiddelde verwijderingsrendement van de stoffen waarvoor wij een verwijderingsrendement konden berekenen. Kun je je voorstellen dat een stofje wat je maar één keer aantreft en wat heel dicht tegen de rapportagegrens aan zit en dan in het effluent nog dichter tegen de rapportagegrens of net daaronder, ja, dat is lastig. Dus we hebben een selectie gemaakt tussen, voor een aantal stoffen waarvan dat goed uit te rekenen was, significant, zal ik maar zeggen. En dan krijg je dit plaatje te zien. Een aantal dingen valt op. Ten eerste deze. Hier zit het rendement van de stoffen in de referentiestraat 140. En soms kan het zijn dat die hoger zit. Nog even als toelichting. We hebben dus ongeveer 10 weken voor een doseerperiode gebruikt. Wat we deden was, we lieten het een paar weken draaien. En dan begonnen we met bemonsteren. En dan verzamelden we van die bemonsteringsperiode, die liep dan gedurende een week of 6. Selecteerden we die samples die we wilden gebruiken. En dat ging dan over dagen dat het droog weer was geweest. Dus er zitten best wel wat meetpunten in één zo'n balkje. Iets anders wat opvalt is dat de spreiding in de referentiestraat best wel groot is. Het goede nieuws is dat het spreiding op de verwijderingsrendementen in de pakstraat, die zie je steeds kleiner worden naarmate je de dosering opvoert. En dat is een van de redenen dat wij uiteindelijk in onze conclusies hebben gezegd, deze methode is een robuuste methode. Je verkleint de spreiding in je resultaat op het effluent en je verhoogt het verwijderingsrendement met een significant percentage. Nog even als laatste opmerking bij dit plaatje. Deze rendementen die gaan over de hele zuivering. Dus hier is influent vergeleken met het effluent na de nabezinktank. Oscar liet net plaatjes zien. Oscar begon met effluent en heeft dat vergeleken met het behandelde water na ozon en zandfiltratie. Ja. Nou, een andere manier om daarnaar te kijken is op stofniveau. We hadden 3 pakketten bij het waterlab, uit kostenoverwegingen uiteraard. We hadden het basispakket, of pakket 1, dat was medicijn, resten. Pakket 2 was een aantal stoffen uit huishoudelijke producten en wat industriële producten. En pakket 3 was gewasbeschermingsproducten, middelen. En ik zeg het expres hier, omdat het een verwarring zou kunnen geven dat die groepen daarop slaan. Maar dat is niet zo. Wij zaten te kijken naar die resultaten en het is heel lastig om, wat moet je hier nou mee? Je ziet heel veel rendementen, per stoffen verschilt dat. Dus we hebben op een gegeven moment samen met de BC de keus gemaakt. Volgens ons zou je dat zinvol kunnen opdelen in 4 groepen. En laten er 2 van zien. Groep 1, dat zijn de stoffen die in een gewone zuivering heel erg goed verwijderd worden. Dat is, die zie je aan de linkerkant. Daar zitten de rendementen tussen de 80 en de 100% in een gewone zuivering. Ja, en uiteraard, als je daar poederkool bij stopt, dan zie je niks van. Groep 2, dat zijn stoffen die in de zuivering eigenlijk best wel goed verwijderd worden, maar waar PAKAS toch nog weer wat bovenop doet. Dan heb je groep
2B, dat zijn de stoffen die in de zuivering, normale zuivering, niet zoveel doen. En waar PAKAS echt wat bovenop zet, tot nou ja, richting de 100%. En dan groep 2C, dat is een stof waarvan we wel zagen, hey, PAKAS doet wat. Maar het is moeilijk om heel eerlijk en significant hier een uitspraak over te doen. Vandaar dat we die als subcategorie hebben benoemd. Nou, de interessante vraag is natuurlijk, zijn er nou ook nog stoffen die niet door de zuivering verwijderd worden en die ook niet door PAKAS verwijderd worden? En wij hebben daarvan twee stoffen aangetroffen in ons in het palet aan stoffen wat wij gemeten hebben. Dat is bestreek een range van tientallen stoffen. En twee stoffen, guanureum en dalapon, daarvan hebben we gezien, hey, de gewone zuivering doet daar niks mee en ook PAKAS voegt er niks aan toe. En dan is er nog een vierde groep, die hebben we niet gerapporteerd hier, die staat wel in het rapport uiteraard. En dat zijn de stoffen waarvan nog sterker geldt dat de significantie van de rapportage het moeilijk maakt om er iets over te zeggen. Ja, dat is goed. Dan gaan we deze aantallen stoffen... Is ook nog een... Je kan ook tellen, zeggen, oké, hoeveel stoffen worden er verwijderd? En we hebben dat gedaan hier en ze ingedeeld in met welk rendement worden ze nou verwijderd. Zonder PAK zie je dat 60% van de stoffen, 31 in totaal, wordt verwijderd met een rendement tot 40%. En dan ga je, dat is die rode balk hier. Als je daar poederkool gaat doseren, dan zie je dat de verschuivingen optreden. He, dus dat steeds meer stoffen met een hoger rendement verwijderd worden. Nou, dit is wel een plaatje waar ik echt heel erg blij van geworden ben. Omdat je ziet, nou, het schuift gewoon heel mooi op. En de groep met stoffen die met een laag rendement verwijderd wordt, die wordt steeds kleiner. En inderdaad de vraag, wat betekent het nou? Hoe erg is het nu dat die stoffen er niet uitgehaald worden? Dat zijn de balkjes boven de term REF. En hoe fijn is het als ze er wel uitgehaald worden? Dat zijn de balkjes boven de woorden PAK. En we hebben dus effectmetingen gedaan. Een hele batterij aan effectmetingen. En die zijn met de slimme I. Waar stond de I ook weer voor? Slimme integrale, geloof ik. Monitoring. In een model gezet. En dat model komt uiteindelijk naar buiten met één getal. En... hoe moet je dat waarderen? Nou, Ron van der Oost gaat daar volgens mij ook nog wat over vertellen. Als het getal kleiner dan 1 is, dan zeggen we, oké, in dit water zitten geen stoffen die vanuit toxiciteit interessant zijn. En als je boven de 1 zit, ja, dan moet je wellicht maatregelen nemen. Nou, we zien 1, dat rioolwaterzuiveringseffluent op Papendrecht heeft een significant hogere Simony-score dan 1. Dat is 1. En de andere conclusie die je kunt trekken is dat poederkool in staat is om dit significant omlaag te krijgen. We zitten nog niet onder de 1, maar er is echt wel een stuk vanaf. En als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld resultaten van onderzoek in Duitsland, waar eentje heel aansprekend is, vind ik, is dat ze konden aantonen dat als je met de bioassays naar lozingspunten kijkt in oppervlaktewater, dan zie je dat na de introductie van een dosering van poederkool, kon dat bioassay niet meer zien waar dat effluent van de rioolwaterzuivering er nou bij kwam. Dus daaruit kun je zien dat als je met poederkool micro's eruit haalt, dat dat in oppervlaktewater een hele mooie bijdrage geeft. Wat kost dit? Dit. En ja, ook dat weer betekent, dat hangt natuurlijk af van waar je het mee vergelijkt. En daar ga ik niet over natuurlijk, ik heb er wel mening over, maar goed, we hebben het uitgerekend, dit is wat het kost. Ik denk dat het heel weinig is. Dan zal ik het bij laten. Maar ik kan zeggen, oké, die poederkool, waar komt dat vandaan? Nou ja, dat zijn, normaal gesproken is dat steenkool. Dat wordt behandeld, dat is een fossiele brandstof. En wat gebeurt er met dat spul? Ja, dat zit in het slip en dat wordt uiteindelijk verbrand. Dus langcyclische CO2 willen we niet. Dus we hebben geprobeerd om dat op een uniforme manier te vergelijken met andere technieken. Nou, dan komt dit eruit. Hè. Dus een normale zuivering, referentiezuivering, heeft deze score op deze maatlat. En PAKAS komt hieruit. En wat ik al zei, hè, dat wordt eigenlijk voor 99% bepaald doordat het materiaal wat we gebruiken van fossiele herkomst is.
En dat is meteen ook een aanknopingspunt van ja, hoe kunnen we verder? Nou ja, dat is dus naar andere bronnen zoeken van poederkool. En de storm van gisteren die heeft een hoop hakhout opgeleverd. Nou, dat is een van de bronnen. Die kun je om laten zetten naar poederkool. En daar zijn ook al publicaties van, niet zozeer van hout van de storm, maar überhaupt van toepassing van hout. Daar zijn hele goede resultaten mee gehaald als je er poederkool van maakt. Als laatste, verwijdering van medicijnresten is robuust. We hebben positief effect gezien op de slipbezinking, op de slipontwatering. Zelfs enigszins op de fosfaatverwijdering. Geen nadelige effecten, echt waar. En het is een hele eenvoudige techniek. Het containertje komt aanrijden, je sluit hem aan en het spul werkt. En het is dus toepasbaar op de Nederlandse evenwichtjes. Nou, dat is een prachtig verhaal. En no regret zou ik bijna zeggen. Dat zeggen wij ook. Ja, ja, kan me voorstellen. Er is nog ruimte voor korte vragen. 1 of 2. Henry? Doseer je alleen maar de poederkool bij droog weer of ook als het regent? Ja, dat is een hele goede vraag. Het mooie is dat dit systeem staat altijd aan. En je doseert in de AT. Dus iedere kuub water die binnenkomt, die ziet altijd poederkool. En wij hebben in dit onderzoek ervoor gekozen om proportioneel met het influent te doseren. Tot een maximum van 2 maal DWA. En dan toppen we hem af, dan houden we hem constant. En dat betekent dus dat je bij RWA heb je specifiek een iets lagere dosering. Dus dan zit je niet meer op je 10 milligram per liter, maar iets lager. Maar je hebt nog wel verse kool. En iedere seconde wordt er verse kool toegevoegd aan je systeem. Dus ja, je behandelt iedere liter water die binnenkomt. Oké, duidelijk. De allerlaatste vraag. Te ver weg. Te ver weg, achter de zaal. Ja. Ja. Interessante presentatie. Mijn naam is Michiel Schuller, industriewaterzuiveringsspecialist. Het is zo dat op sommige plaatsen in de industrie wordt ook poederkool gedoseerd in biologische waterzuiveringsinstallaties. En daar is vastgesteld dat er een enorme erosie, corrosie optreedt in het geval van carouselsystemen. Dat die actief kooldeeltjes die schijnen vrij hard te zijn en dat schijnt aanleiding te geven tot enorme slijtage. Nou, met dat verhaal zijn wij ook, dat was een van de vragen die wij hadden, hè, die kennis of die ervaring, die hadden wij ook. En dat was een van onze angsten van, hoe zit dat nou? Slopen we onze leidingen? We zijn in Duitsland op bezoek geweest bij een aantal installaties, eentje van 200.000 IE. En die draait 3 jaar nu. En daar wordt ook best wel heftig met kool heen en weer gepompt en gemengd en noem maar op. En daar hebben ze niets van gezien, dus van slijtage. En ook in ons onderzoek niet. Nee, we hebben geen enkel effect gezien van die kool op apparatuur. Lange termijn experimenten moeten dit uiteindelijk bevestigen. Nou ja, dan hebben we dus die 3 jaar in Duitsland. Ja. En volgens mij kun je ook die kool die wij, wat ik zeg, dat voelt aan als cacao, dat is echt zacht. En onze indruk en ook van de actief kool experts in de BC is eigenlijk de overtuiging van dat daar is iets anders aan de hand. Of misschien hebben ze andere type kool gebruikt, grotere deeltjes. Maar met poederkool mag je dat eigenlijk niet verwachten. Oké, dankjewel Herman. Heel graag gedaan. Voor het verhaal.